Een kookplaat op inductie. Heel mooi. We hebben de aansluiting ook moeten verhogen in de meterkast. Hoeveel weten we nu echt van de mensen die naast ons wonen? Hoe hoog of hoe laag is bijvoorbeeld hun energieverbruik? In Gluren met de buren zoeken we het uit. Deze aflevering zijn we in Deventer. Nou, wat leuk. Bij Avalon en Thomas. Hi. Hi. En Dirk en Simone. Hi. Hi. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, hoe hoog is jullie energieverbruik? Zo te zien wordt er bij Avalon en Thomas veel minder gas en elektriciteit verbruikt. Waar komt dit verschil vandaan? Oh, de hybride auto. Ja, mooi. Zeker. Is dat iets anders als jullie zonnepanelen nemen? Ja, eigenlijk wel. We moeten gaan kijken of dat haalbaar is vanwege het stroom terugleveren en dat soort dingen meer. Kijk, de meterkast. Dat is wel een oudje volgens mij. Kom binnen. Als het kan, dan stoken we gewoon lekker op hout. Ja. Het is niet het meest milieuvriendelijke, maar het is wel heel lekker. En het is voor ons een stuk goedkoper. Ja, dit is ons thuiswerkplekje. Zo, dat is een best grote werkplek. Het zal wel een hoop stroom slurpen, of niet? We hebben overal stekkerdozen met een standby-knop tussen zitten. Ja. Dus als we hier niet zitten, dan zorgen we dat er ook amper stroom verbruikt wordt. Tijd om alle verschillen even op een rijtje te zetten. En nu, werk aan de winkel. Sowieso willen we ook de keuken aanpakken. Tegelijkertijd dan ook inductie. En op een laat moment inderdaad de zonnepanelen. Qua verduurzaming zouden we nog wel stappen willen zetten. Ja. Laten we beginnen met tochtstrips. Ja. Ben jij geïnspireerd geraakt door de ervaringen van deze buren? En wil je ook aan de slag op weg naar een duurzamere woning en lager energieverbruik? Ga dan naar enexis.nl/gluren met de buren.